verbijstering. Ik heb wel gerapporteerd dat over de laatste 40 jaar de praalbedekking is afgenomen. Maar we hoeven op Bonaire niet te wanhopen, want er zijn ook positieve tekenen. Ik was hier 12 jaar geleden, toen werd Bonaire geraakt door de tropische hurricane Lenny. Daar enorme golfpartijen over de kust, afbreken van koraal, en het was sterk afhankelijk hoe de golven binnenkomen. Onder een bepaalde hoek was de verwoesting verschrikkelijk. Ondiep, alles afgebroken. Er lag geen korreltje zand meer. De golfkrachten, alles opgewerveld en weggezogen en naar dieper water gebracht. Afgebroken koralen lagen op de koraalhelling van zeg maar omkringde 15, 20 meter. Het diepere zand was afgevoerd naar grotere diepte en lag op 35, 40 meter. Wat betekende dat dus? Enorme sterfte ondiep en ook sterfte in het diepe rif, omdat die diepe koralen zijn niet gewend aan zoveel zand op zich, dus die kunnen dat niet kwijt. Dus daar, die gingen ook dood. Als ik nu terug ga, ik ben net afgelopen maandag op Klein Bonaire geweest, dan moet ik zeggen, het gaat fantastisch. Nou, fantastisch, het gaat goed. Die diepe koralen, dode plekken, zijn zich aan het herstellen. Daar zitten nieuwe groeiranden omheen. Als je dan ondiep gaat kijken, op een meter of vijf en ondieper, waar hard substraat aanwezig is, hè, dus waar koralen op kunnen gaan zitten, dan barst het er van de nieuwe koralen. Ik heb in ieder geval 7 verschillende soorten geteld, waaronder verschillende die toch heel belangrijk zijn voor het herstel van het rif. Dus er zijn 2 dingen, de achteruitgang en de mogelijkheid om zich te herstellen, die is nog aanwezig.